Weegschaal. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 3. En dat is van maandag 18 januari tot en met zondag 24 januari. Dus aan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt een weegschaal alsof je eigenlijk een stukje wilt gaan loslaten. Alsof er eigenlijk een bepaald stukje is wat voor jouw gevoel ervoor zorgt dat je je wel eens een beetje tegen laat houden door iets wat eigenlijk al lang is gebeurd en in het verleden hoort te liggen. Je lijkt dan ook bij jezelf te denken van ik ga het gewoon niet meer toelaten. Ik heb er gewoon geen behoefte aan om dat stuk weer naar boven te halen of om weer oude koeien uit de sloot te halen. Ik ga het achter mij laten en ik ga gewoon kijken wat de toekomst mij te bieden heeft. Je lijkt dus heel duidelijk en heel bewust te kiezen voor een stukje geluk en een stukje warmte, omdat je eigenlijk het stukje oud zeer gewoon niet meer wil gaan toelaten. En natuurlijk heb je daar wel een bepaalde oplossing voor gezocht. Het is niet zo dat je het alleen maar wegpropt, maar ik heb echt het idee dat je denkt bij jezelf, ja, maar het is gewoon nu niet meer van mij. Het hoort niet meer bij mij en het mag daar in het verleden blijven. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.